Goedenavond. Vanavond praten met elkaar de schrijver, dichter Bertus Aafjes, de zangeres, studenten in de rechter Corrie Brokken en de ex-voetbalscheidsrechter Leo Horn. Van elk van de drie gasten kun je heel veel vertellen. Je kunt er ook weinig van vertellen en ik houd op weinig vanavond aan het begin van het programma. Omdat ik denk dat u ze alle drie wel kent. Al hebt u misschien Bertus Aafjes nog niet zo vaak gezien. Bertus Aafjes is van huis uit Amsterdammer. Maar woont sinds jaar en dag in Limburg in een huisje ergens verscholen in het bos. En hij heeft ook met zijn vrouw drie dochters en een zoon een tijdje in een vleugel van kasteel Hoensbroek gewoond. Je kunt hem zonder te overdrijven de meest bekende dichter in Nederland noemen en de meest populaire reisjournalist. Eerste werk, een voetreis naar Rome, misschien nog wel steeds het bekendste of het beroemdste. Tweede gast in het programma is de zangeres Corrie Brokken. Goedenavond. Vanavond praten met elkaar de schrijver, dichter Bertus Aafjes, de zangeres, studenten in de rechter Corrie Brokken en de ex-voetbalscheidsrechter Leo Horn. Van elk van de drie gasten kun je heel veel vertellen. Je kunt er ook weinig van vertellen en ik houd op weinig vanavond aan het begin van het programma. Omdat ik denk dat u ze alle drie wel kent. Al hebt u misschien Bertus Aafjes nog niet zo vaak gezien. Bertus Aafjes is van huis uit Amsterdammer, maar woont sinds jaar en dag in Limburg in een huisje ergens verscholen in het bos. En hij heeft ook met zijn vrouw drie dochters en een zoon een tijdje in een vleugel van kasteel Hoensbroek gewoond. Je kunt hem zonder te overdrijven de meest bekende dichter in Nederland noemen en de meest populaire reisjournalist die in alle boeken die hij over zijn reizen geschreven heeft feilloos weten registreren wat de wereld zo wonderlijk maakt. Van de 50 tot 100 boeken die hij geschreven heeft, is zijn eerste werk, een voetreis naar Rome, misschien nog wel steeds het bekendste of het beroemdste. Tweede gast in het programma is de zangeres Corrie Brokken. En we hebben als zangeres een tijdje niet zoveel van haar gehoord. Ze is daar niet definitief mee gestopt, maar wel voor enige tijd. Omdat ze in de tijd die daardoor vrij kwam graag rechten wilde gaan studeren. En dat doet ze dan nu ook op dit moment. Ze heeft een zeer succesvolle carrière achter de rug met veel binnen- en buitenlandse televisieshows. En het is een carrière die pas goed begon in 1957, u weet dat misschien nog wel, toen ze het Eurovisie Songfestival won met het liedje Net als toen. En 10-1, dat iedereen het wijsje nog kent. Binnenkort kunt u Corrie zien op 24 april, om precies te zijn, op het AVRO-scherm in een programma Samen een Show, samen met Catharina Valente. De derde gast in het programma is de ex-voetbalscheidsrechter Leo Horn. En eigenlijk is hij van zijn beroep directeur, eigenaar van een grossierderij in Stoffen in Amsterdam. Maar u kent hem natuurlijk veel beter als de voetbalscheidsrechter, de beroemde en ook veel besproken scheidsrechter. Kasten vol trofeeën herinneren aan die loopbaan die hij overigens zo'n 10 jaar geleden bijna heeft afgesloten. Schrijven over voetbal doet hij nog steeds en u kunt dat wekelijks lezen in zijn stukje in televisie. Nou, genoeg wat betreft de inleiding. Ik zou het kort houden, heb ik gezegd. Het is dan nog heel wat. Ik zei meneer Aafjes, altijd nog Aafjes van de voetreis. Hè? Dat is zo. Hè? Ja, dat zal wel zo zijn. Want één keer heb ik hem geschreven en hij is blijven bestaan. Tegenwoordig moet hij op school gelezen worden. Dus. Die voetreis, dat is 40 jaar geleden dat u hem gemaakt hebt en 30 jaar geleden dat u hem geschreven hebt. Hè? Als ik het wel heb. Ik heb hem gemaakt in 36.
En ik heb hem geschreven onder de oorlog toen ik ondergedoken was. De laatste 2 jaar van de oorlog. Dus ik ben inderdaad van Amsterdam naar Rome gelopen en terug in het jaar 36. Toen kwam ik uit het seminarie. Ik wist helemaal niet wat ik in de wereld moest doen. Ik wou niet op een kantoor gaan zitten. Toen heb ik een ransel gekocht en ik ben te voet naar Rome gelopen. Ik was dus priesterstudent geweest. En het was toch ook eigenlijk wel min of meer nog een bedevaart naar de graven van Petrus en Paulus. Ik wist helemaal niet wat ik moest gaan doen. Het was niet voor niks dat u naar Rome liep. U had voor hetzelfde geld had u naar Parijs kunnen lopen, maar Rome had iets speciaals voor u. Nee, ja. Oh ja. Want onderweg ben ik twee van die wanderboesjes, zoals ze vroeger heten. Tegenwoordig bestaan ze bijna niet meer. Ontmoet die naar Jeruzalem liepen. En ik heb nog even gedacht om met hun mee te lopen naar Jeruzalem. Maar ik ben toch naar Rome gegaan. En heb daar de graven van Petrus en Paulus bezocht. En daar maar gevraagd wat ik doen moest. Nou, kort daarop zag ik de Griekse beelden, die prachtige Venusbeelden. Toen wist ik het wel. Toen ben ik in de richting van de vrouw afgedwaald. En in de richting van de kunst. Ik ben archeologie gaan studeren. Nou, inmiddels zijn er heel veel van verschenen. Zo'n 50.000 geloof ik zijn er van die... Nee, meer dan 100.000. Meer dan 100.000, ja. Maar hebt u nou genoten eigenlijk van die beroemdheid die eraan vast zat en de bekendheid die eraan vast zat? Oh nee, helemaal niet. En de populariteit niet. Die eraan vast zat? Nee, daar heb ik onder geleden, als je tenminste het woord lijden in zo'n verband wil gebruiken. Maar daar ben ik voor gevlucht. Kort daarop. Je brievenbus zat vol met allerlei manuscripten van iedereen die wilde weten of ze ook een voetreis geschreven hadden. En, je werd door iedereen vastgepakt. Corrie, ik geef over naar jou. We hadden het over populariteit en de angst daarvoor. En nou is dat bij wat jij gedaan bij een zangeres is natuurlijk anders, want het hoort heel erg bij je vak. Op het moment dat er is, dan stelt het ook echt iets voor. Hè? Maar daar heb je dus afscheid van genomen. En ik zou me kunnen voorstellen dat dat moeilijk is. Ik had ook moeite met mijn soort van bekend zijn dan. Alleen, ik kon er natuurlijk niet van weg. Ik kon niet zeggen, nou, ik trek me terug, want het hoorde bij mijn vak. En ik was er op mijn manier toch ook wel blij mee, hoor. Vooral toen ik erg jong was, toen ik net begonnen was. En dat werd toch wel op den duur, heb ik dat ook gevoeld als een last. Genoot je daar niet van? Op het laatst niet meer, nee. Nee? Nee. Ik vind het knap dat u zich terug wist te trekken. Ja, het was voor mij helemaal niet zo knap. Want ik heb er op het laatst last van gehad. Van het bekend zijn en van dat van iedereen zijn, weet je wel. Hè? Je bent het namelijk niet meer. Nee. Als je naar Cruijff kijkt, dan kijk je eigenlijk nog naar zijn benen, hè? Ja. Maar niemand kent Cruijff uit. Nee, en ik weet niet, als je nou pas begint en je vindt alles schitterend wat er gebeurt, je verdient een heleboel geld plotseling en die belangstelling en hoe moet ik het zeggen? Nou, daar geniet je daarvan, je bent ijdel. En het lijkt me niet eenvoudig voor jou om alleen, je hebt op een gegeven moment die beslissing genomen van ik wil het niet meer. Als je de dingen doet die jij doet, zijn er natuurlijk ontzettend veel mensen die zich daarmee gaan bemoeien. En zeggen, hoe kan het bestaan, zo'n carrière? En waarom doe je dat? Ja, iedereen bemoeit zich ermee, ja. En het vervelende is geweest, het is nu overgelukkig, dat ook voornamelijk niemand je ook serieus neemt op een paar mensen na. En die paar waren alleen maar belangrijk voor mij. Maar ik geloof, als je dat vak hebt gedaan wat ik heb gedaan, dat men dan onwillekeurig denkt dat je een zeer oppervlakkig type moet zijn, omdat dat een oppervlakkig vak is, volgens mij. Er zitten veel oppervlakkige mensen in, ook ontzettende goede mensen natuurlijk. Maar onwillekeurig denkt men dat je dus hier niks hebt zitten. Dus als je nou plotseling komt zeggen dat je wil studeren, dan denken ze dat het of aanstellerij is of dat je... Maar kortom, ze nemen je niet serieus. Ze nemen je niet als serieus, klaar. Nee. Daar heb ik erg veel moeite mee gehad. Want ik dacht, ik wil graag ook serieus genomen worden. En ik meen in het vreselijk goed. Ik heb er ook erg veel voor over moeten hebben om het zover te krijgen. Ten slotte, hè. Ja, dat zal best. Je hebt bovendien een echtgenoot die een showman in hart en nier is. Ja. Dus die zal je ook niet zomaar hebben laten gaan. Althans, wat dat werk betreft. Nou, die heeft het inderdaad een klein beetje moeilijk verwerkt. Ja, in het begin. Hij vond het zonde en hij vond de tijd nog niet rijp om op te houden, hè. Ja.
Maar ik geloof wel dat hij er nu achter staat. Want hij ziet dat ik erg mijn best doe en dat de resultaten dus redelijk zijn. Ja, god. Ik zak ook wel eens voor een tentamen natuurlijk, maar ja. Hij heeft het wel verwerkt. Het lijkt me ook dat juist omdat je zo, dat het in de ogen van mensen twee zulke tegenstrijdige dingen zijn, hè? Van zo'n zangcarrière, populair, prachtige shows, mooie kleren enzovoort, en iemand dan zegt ik ga rechten studeren, dat het gauw een grill lijkt. Mensen zeggen, wat gaat ze nou weer? Ja, dat hebben ook een hoop mensen gedacht. Dat zei ik al net. Ik werd niet zo serieus genomen. Dat heb ik onder geleden. Ja. Dat vond ik vreselijk, want ik vond het vooral vreselijk toen ik tenslotte op een bepaalde dag naar Utrecht moest en geconfronteerd werd met mijn medestudenten. Ik dacht, die zullen me ook niet zo serieus nemen. Die vinden mij misschien een prima donna die nog een kick bij wil hebben ergens van. En toen ben ik daar met ontzettend veel zenuwen ben ik daarheen gegaan. Het zijn nu mijn beste vrienden hoor, daar gaat het niet om. We hebben een ontzettend leuke groep. En toen we elkaar wat beter leerden kennen, toen hebben ze gezegd dat zij van hun kant het ook eng vonden. Want ze hadden gezegd, weet je wie hier komt en zo. Ja. En ik dacht, god ja, ik ben ook wat ouder dan de rest. Misschien werkt dat ook niet, maar dat werkt allemaal hier. Ja. Maar ik moet er niet al door over die studie gaan zitten. Nou nee, ik vind het erg leuk om het te horen. Je doet er heel bescheiden over. Nou, ik ben er gewoon ontzettend trots op hoor. Ik vind het heerlijk, klaar. En ik moet natuurlijk wel eerst nog laten zien dat ik het af kan maken. Maar ik ben wel van plan om dat aan mezelf voornamelijk dan te bewijzen. Ja. Aan een ander, dat is nou niet zo belangrijk. Ja, precies. Voor u was het iets anders, hè? Het opbouwen, was het moeilijk eigenlijk? Ik heb veel bewondering ervoor. Nee, daar was ik dan te oud voor. Ik ben doorgegaan tot 50 jaar. Tot hoe lang mag je doorgaan als scheidsrechter? 47. Is het niet wat jong? Dat is toch jong? Dat ligt dan aan je conditie. Wie heeft die grens gesteld, meneer Hoorn? Dat is een internationale grens, praktisch. En waarom Engeland is ermee begonnen. 47 jaar is dus een test van de doktoren. Het uitzoeken van je lichamelijke krachten voor topwedstrijden, te fluiten enzovoort. Dat vind ik niet slecht. Ja. Toen ik 40 was, dacht ik 47, wat is dat nou? Maar toen ik 47 werd, toen dacht ik alleen nog maar om naar Engeland te gaan en daar de wereldkampioenschap als finale te beëindigen. Uiteindelijk moest je ophouden. En daar leefde ik naartoe, maar veel zin had ik niet meer. Ik vond het voldoende, tot ik er goed voor leefde en naleefde en veel aan deed en voordeed, dacht ik toch wel, het mag voor mij wel finie zijn, weet je. Uiteindelijk loop je anderhalf uur tussen wedstrijden van het kastje naar de muur. Enorme importance voor die mensen, ja, en voor jezelf ook, maar bedragen van per wedstrijd, finales voor Europa Cups die ik gefloten heb van $10.000 per persoon, 35.000 gulden. In die tijd, die finale in 62 tussen Benfica en Real Madrid in Amsterdam, zou Madrid gekregen hebben voor die ene wedstrijd als finale, als winnaar, $10.000 per man. En ze verloren, ze kregen niks. En dat besefte je wel als scheidsrechter, dat die belangen groot waren. Je liep er natuurlijk niet aan te denken tijdens de wedstrijd. Maar toen je die wedstrijd toegewezen kreeg van die Europese Voetbalbond, toen realiseerde ik wel uit de krantenberichten die ik las van Benfica, die krijgt maar $2.000, maar 7.000 gulden en Madrid krijgt $10.000 per man. Toen dacht ik, het is toch een verantwoording, hè, die je hebt. Plus de honderden miljoenen kijkers die naar die wedstrijd keken en naar mij dachten komen. Was u erg zenuwachtig toen? Nee, ik was niet zenuwachtig, nee. Was dit de laatste wedstrijd, de wedstrijd waar u het nu over hebt? Was het de laatste wedstrijd die u vloog? Nee, de laatste wedstrijd was in 1966. Ja. Nee, dit was 62. Dit was 62. Ja. Dit was gewoon een belangrijke wedstrijd uit de carrière. Het was een Europa Cup finale. Ja. En, in Zuid-Amerika heb ik Zuid-Amerikaanse finales gefloten. Dus de algemene kampioenen van heel Zuid-Amerika speelden twee wedstrijden tegen elkaar. En dan floot ik er één in Uruguay. Daar waren we 78.000 toeschouwers. En één in Argentinië, River Plate, daar waren er 135.000. 1000 toeschouwers. Hebt u het nou moeilijk gevonden toen u niet meer, toen u ophield, hè? Met dat, Niet meer. Nee. Dat was echt dat ik er zat van had met oog op mijn leeftijd. Hè. Ik vond dat ik dat niet meer kon. Ik kon dat niet meer opbrengen. Maar u was een hele populaire, of populair in ieder geval een misschien ook wel een impopulaire, maar in ieder geval een... Zeker impopulair, ja. Zeker impopulair. Zeker. Hoezo? Mijn houding. Ik heb niet het over de massa sympathieke houding. Daar ben ik me erg van bewust. Was u heel streng of zo? Nee, streng niet. Dat was een kwestie van een wisselwerking, van een overmacht. Want bij die man kun je niks doen. Daar ben ik mee begonnen toen ik 17 jaar was als scheidsrechter. En dat is een wisselwerking van de spelers tot mij. En dat ze zien, met die man kun je niks doen. En dan gaat de praktijk beginnen. En dan breng je het in de praktijk. En het is precies met kinderopvoeden, dacht ik. Hè? Dat,
Ze moeten weten wat ze aan je hebben. En dat is in de wereld bekend geworden. Dat heb ik dus kalm heel langzaam op kunnen bouwen. Ze scheidsrechters die spel heel technisch veel beter waren dan ik. Maar die in het veld zelf niet dat respect konden opbrengen. Dat dan de tegenpartij voor hun dan ik waarschijnlijk heb gedaan. Het was niet het goede fluit alleen. Nee, maar wat is nou een goede scheidsrechter? Goede scheidsrechter, een man met persoonlijkheid. Meer dan de regels natuurlijk. Ja, oh ja, kom juist. De regels. De man die het veld opkomt, dat de trainer zegt voordat de wedstrijd gaat beginnen. In mijn tijd van Ajax-Feyenoord en Sparta-Feyenoord en Feyenoord-Sparta. Dat de trainer, meneer Happel, en dat soort mensen tegen de spelers zeiden, je weet wie vanmiddag fluit, dus gedraag je daarna. En vandaag wordt de tactiek bepaald en zegt een trainer tegen die spelers in de kleedkamer of voorbespreking op een avond dat ze vrijdag of zaterdagavond bij elkaar komen. De tactiekbespreking zegt zo'n trainer vast, dat weet ik uit ervaring van de trainers. Vandaag krijgen we, zondag krijgen we er een, daar kun je wat mee doen. Laat je eens vallen in het strafschopgebied. Provoceer wat of doe wat en dat lukt wel eens bij die man. En dat hebben ze dus bij mij nooit geprobeerd. Althans, niet zo vaak natuurlijk is wat geprobeerd. Ik ben ook wel eens ingetrapt natuurlijk. Waarom niet? Ik heb fouten zat gemaakt. Maar dat afscheid nemen, daar zit ik met verbazing naar te luisteren en met bewondering. Met bewondering. Want afscheid nemen van 50 jaar van de scheidsrechter, dat was niet zo moeilijk. Dat was de leeftijd. Maar dat ik in Wembley zat en de openingswedstrijd zag en dat ik daar gepasseerd ben door mijn houding tegenover het wereldvoetbalbestuur, dat ik een brief geschreven heb met alle mogelijke dingen erin die waar waren, maar die je dan niet mocht schrijven. Je hebt als scheidsrechter je maar nederig te gedragen voor die 15 keer of 16 keer die je voor een internationale wedstrijd kreeg. En je mocht je mening niet zeggen, dat werd niet geapprecieerd. De meeste scheidsrechters durven niks te zeggen. Ze zijn bang dat ze dan gepasseerd worden of wat ook. En als ze wat zeggen, dan is de voorganger die in mijn stoel gezeten heeft, om niks kwaad van hem te zeggen, die schrijft een stukje in een krant, in zijn kolom. En hij wordt gedreigd dat hij een wedstrijd niet krijgt, hij neemt dat stukje terug. Je bedoelt Frans Derks? Ja, er is maar één scheidsrechter die voor u in de stoel gezeten heeft. Ik wil zeggen, dat vind ik, dat hoort niet. Als je een mening hebt, dan bestaat die mening. En dan heb je het geschreven en omdat je die wedstrijd dan niet meer krijgt, die wordt je afgenomen, ga je gauw in die kolom schrijven, ja, dat hoor ik eigenlijk niet te doen. Dat zou u nooit doen? Nooit van zijn leven. Nee. Ik zat wel met pijn in Wembley te kijken. En ik zag daar die twee teams uit de catacomben komen, waar ik op het Wembley stadion, de heilige grond, het mekka van het voetbal, waar ik zelf al wedstrijden 4 gefloten had, belangrijke wedstrijden, Engeland, Schotland, weet ik. En ik zag die daar komen, ik zag de koningin van Engeland, hè. En ik dacht dat hier word je voorgesteld en de hele wereld ziet dat, hè, de artiest. Dacht ik, ik heb altijd artiest gespeeld, alleen een slecht betaalde. Ja, hoe zit dat eigenlijk? Worden scheidsrechters betaald? Nee, een scheidsrechter die krijgt voor een internationale wedstrijd 80 gulden per dag. Dus die 3 dagen, 4 dagen zijn werkend is, krijgt hij 300 gulden. En die verliest hij vaak bij zijn baas ook. Maar nu, ja, waar die prijzen voor die starvoetballers zo enorm... Blijven die scheidsrechters op datzelfde? Scheidsrechters in Europa. Dus die kan niet rijk worden? Ik heb aanbiedingen in Zuid-Amerika gehad. Om daar te komen, toen had ik een bedrijf, dat kon ik niet verlaten. Nee. Maar toen heb ik prachtige aanbiedingen gehad. In Zuid-Amerika zijn er scheidsrechters die voor een 6-maandelijk seizoen, wat dat duurt, 6-7 maanden, die er wel 1,5 ton gulden verdienen. En dan met andere belastingfaciliteiten dan hier. Ja. Hier krijgt een scheidsrechter nu per wedstrijd 225 gulden. Maar nou hebt u het zo ontzettend veel gedaan. Hoe hebt u dat dan kunnen doen, omdat u uw zaak erbij had? Nou, dat heb ik heel slecht gedaan. Dat hebt u heel slecht. Ja. Ik ben van een rijk man door het scheidsrechter een financiële... bijna geruineerd geworden. Toen de tijd nog ophield en ik wakker werd en uitgefloten was, toen waren mijn centjes ook op. Ik was altijd ambulant, ik had 50 man personeel. En het personeel heeft nooit iets gebracht. Die hebben meer genomen dan gebracht. De baas kostte vermogen geld. En toen ik wakker werd en uitgescheiseld was, toen moest ik weer opnieuw beginnen. Maar dat heb ik met plezier gedaan. Ik heb zo'n mooie tijd gehad en zo'n leuke tijd gehad. En ben blij dat ik geen geld ervoor heb genomen. Want dan had ze gezegd, je bent er rijk voor geworden. Ik ben niet blij dat ik er toen bijna van arm geworden werd. Dat is dan niet zo belangrijk als je maar gezond bent. En ik heb zo'n mooie tijd gehad. Ik heb zoveel mensen leren kennen in mijn leven. Ik ben de hele wereld door geweest waar ik misschien voor mijn eigen geld nooit had kunnen komen. Ik ben 7 keer in Zuid-Amerika geweest. Naar Curaçao, ja, waar niet, bijna. Ja. En wie komt er zo makkelijk toe? Het is een goed leven als je het en dan, zo hoort. En dan dus die massa van mensen, ja, nieuwe mensen leren kennen, interessante, ja, mensen. Musea gezien in de wereld waar ik nooit van mijn leven zou naartoe gaan zijn. Dat ik zeggen. In Rusland of ja, waar ook, waar ik was, ging ik buiten naar een leuke dancing of waar ook. Of naar een cabaret ging ik ook wel eens naar musea kijken. Allemaal belangrijke dingen die ik dacht, die moet ik zien. Vindt u geld belangrijk? Nee, helemaal niet, nee. Ik merk wel, toen ik het
bijna niet meer had, dat ik het wel weer moest gaan bouwen. En dat heb ik ook gedaan en ik heb het ook weer verdiend. En ik ben alleen niet rijk geworden. Kun je in deze tijd natuurlijk, bij dit systeem van regering kun je dat waarschijnlijk niet. Ik althans niet, maar ik ben er tevreden mee. Ik heb zo'n mooie tijd gehad dat ik kan zeggen, nou ja, dat geld wat ik verloren ben, dat vind ik niet zo belangrijk. Nou, weten de mensen ook tenminste dat ik zou zeggen van, je bent er rijk van geworden. Dan weet ik duidelijk uit mijn mond dat ik er niet rijk van geworden ben. Ik ben arm, maar geestelijk rijk. Ja, al zou u er rijk van geworden zijn, dat mag niet in Nederland misschien, hè? Mag je niet rijk van worden? Nou, je mag niks in Nederland, hè? Voetballers wel. Ja, voetballers wel, ja. Maar er wordt ook flink over gekrakeeld. Wordt een scheidsrechter geboren? Ik bedoel, wordt hij van jongs af aan, voelt hij zich geroepen tot scheidsrechter? Ja. Of komt hij uit de voetballers voor? Nou ja, er zijn scheidsrechters, ze zijn gemaakt, hè? Ja. Het zijn dus de mensen die het graag willen zijn. Ja. En die dus door hard knokken en ze goed gedragen en proberen meer conditie te hebben dan een ander. En door to the point te zijn waar de bal is, enzovoort. Overtuigend kunnen fluiten, hier maak je die fout. Dat zijn de mensen die het ook wel redden. Maar dat zijn niet nooit de toppers. De geboren scheidsrechter, dat is een topper. Een man was pas 80 jaar geworden, is Hans Boekman, dat was voor mij een voorbeeld. Ja. En de man van Caro van Eyck, dat was voor mij een voorbeeld. Toen ik een jongetje bij Ajax stond te kijken, ik zag Hans Boekman opkomen, dat zou ik wel willen worden. En toen heb ik nog meer voorbeelden, die erg sterke scheidsrechters waren, geboren scheidsrechters, die voor mij een voorbeeld waren. Ja. Dat vond ik geweldig. Maar hoorde daar nou toen, want ik ben dus niet zo goed op de hoogte van die voetballerij, hè, maar zo'n paar dingen vallen mij natuurlijk wel op, want ik kijk ook wel eens op de televisie naar een voetbalwedstrijd. Hoort nou eigenlijk die show, hoort dat bij die scheidsrechterij? U had het over uw collega Derks, en die is bekend om de kokette... Dat is mijn imitator. Om de kokette broeken. Ja? Had u ook zo'n kokette broeken? Ik had niet zo'n kokette, want dat past niet op mijn logge lichaam, maar ik had wel kokette pakken. Ik had een grijs pak. En ik had een donkerrood pak. Ik droeg andere pakken dan anderen. Is daar een speciale uniform voor? Ja, dus een zwart pak. Ja, met dat beeldige witte kraagje, witte toch? Kraagje, dat vind ik altijd zo leuk staan. Net een kostschooljongetje. Dat had ik nooit. Oh, hoeft het niet? Nou, dat hoefde niet, want ik heb er nooit last mee gehad. Alleen het publiek. Ja, het publiek vond dat natuurlijk een stuk op zo'n is. Maar dat vond ik niet zo erg. Dat interesseerde me helemaal niks. Je bent als scheidsrechter maar altijd goed voor één partij. Dat is de partij die wint. Scheidsrechter deugt dan niet voor het publiek, voor niemand. Die zitten kijken, zitten miljoenen mensen te kijken. En voor wie ben je dan goed? Voor die partij die wint. Kijk u maar naar de uitspraken van ik zal de namen niet noemen. Ik ben er niet bang voor om ze te noemen, nooit geweest. Maar die scheidsrechter heeft het bijna altijd gedaan. Al was je net zo goed als ik. Dat je topwedstrijd in de wereld vloot. Ik werd niet gevraagd in Zuid-Amerika omdat ik in Sittard geboren was, of naast Toon Hermans. Men vroeg mij omdat men vertrouwen had in mijn leiding, in mijn objectieve leiding. In de eerlijkheid van mijn beslissingen. Dat was het belangrijkste. Vandaag in de wereld zegt mevrouw, die scheidsrechter is niet betrouwbaar. Uitspraken van Cruijff, als we in Spanje een uitwedstrijd spelen, dan verliezen we, want de scheidsrechter is tegen ons. Want die zijn bang om bij een thuiswedstrijd tegen de thuisclub te fluiten. Dat is waar, heeft hij nog gelijk in ook. Maar dat had ik nooit. Waar ik in de wereld vloot, was ik niet bang. Ja, wel eens van binnen, maar dat liet ik nooit merken. Corrie, we hadden het net, althans ik vroeg meneer Hoorn even over of hij voor dat scheidsrechter geld kregen of je geld belangrijk vond. Het zal voor jou, dat zal misschien ook een punt geweest zijn. Toen jij de grote shows niet meer deed, de platen niet meer maakte. Geef je iets om geld? Vind je het belangrijk? Het is natuurlijk geen kunst om te zeggen dat je er niet om geeft als je er geen gebrek aan hebt. Hè? Toen ik begon met dat zingvak, had ik helemaal geen geld. Dus toen vond ik het ontzettend belangrijk om geld te verdienen, want Ik wilde me graag goed kleden en ik wilde een behoorlijke zangopleiding hebben. Dus dat kostte geld. Vanuit Brabant, je bent geboren in Brabant? In Breda, en toen ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja. En met wat voor oogmerk? Je ging naar Amsterdam als jong meisje en Nou, ik had in mijn jeugd twee wensen. En dat was, ik wil niet arm zijn en ik wil niet dom zijn. Had ik mezelf steeds voorgehouden. Het eerste wat zich aandiende was de mogelijkheid om niet meer arm te zijn. Dus die heb ik aangegrepen en ik heb gezorgd dat ik niet arm was. En ik heb behoorlijk veel geld verdiend. En toen ik het eenmaal verdiend had, ik heb het altijd heel makkelijk uitgegeven, nu nog. Toen vond ik het eigenlijk steeds minder belangrijk en nu vind ik het niet meer belangrijk. Maar nogmaals, het is geen kunst, want ik kan alles kopen wat ik graag wil hebben. Ik wil niet eens zoveel hebben. En het zou me nu, geloof ik, niet kunnen schelen als ik niks meer had. Maar nogmaals,
Het is moeilijk om te zeggen hoor, als je het nog wel hebt. Ik vind dat eigenlijk wel een beetje een flauwe uitdrukking van een schrijver die teruggetrokken in het bos woont en dus helemaal geen poeha maakt zoals ik dat gedaan heb in mijn leven en nog probeert te doen. Die rustig bescheiden in het bos woont en schrijft. Hoe beleeft hij dat eigenlijk? U kunt natuurlijk nooit de vergetelheid zijn. Die boeken blijven belangrijk. Dus je kunt niet zeggen, ik trek er niks van aan huis, dacht ik. Nou, ik doe er nooit iets voor om boeken of om jezelf in de belangstelling te brengen. Nee. Want ik vind het gewoon onprettige gevolgen hebben. Dat heb ik geleerd. Ja. Het zou onzin zijn om te zeggen, als je begint als schrijver of als dichter, dat je niet erg blij bent met je succes. Dat wil zeggen, met het succes van je werk, niet met het succes van je... Niet met wat er omheen zat, nee. Zit. Ik identificeer zelfs mijn hele werk niet met mezelf. Als ik drukproeven van een voetreis naar Rome zou moeten verbeteren, dan voel ik helemaal niet, dat is, heb jij nou gemaakt? Dat was dan begin echt het primair het werk en dan de commercie? Ook commercie heb ik nooit aan gedacht. Nee. Ik denk nooit aan geld. Ah. Ik kan me geld niet anders voorstellen dan... Nou, je geeft het uit, maar ik kan het me niet in abstracto voorstellen. En ik mis het alleen als ik honger heb of dorst. Als ik het dus in een materiële verschijningsvorm die ik noodzakelijk moet bezitten, dat is eten, drinken, een dak boven je hoofd, als dat er niet is, dan begin je aan geld te denken, want op dat moment staan de schuldeisers op je stoep. Als je er zelf niet aan zou denken, dan denken zij er wel aan. Ja. En dan begint de ellende. En dat is nogal wat gekeren gebeurd in mijn leven, maar... Hoe hebt u dat opgelost? Nou, er gebeurt altijd wel een wonder. Toen ik naar Rome liep, toen had ik 100 gulden bij me van... Mijn vader was vroeg gestorven en die had 100 gulden nagelaten. En die kreeg ik van mijn moeder om naar... Om naar Rome te lopen en er niet van honger om te komen. Was het niet wat weinig? U was dus ook een tijdje, heb ik ergens gelezen, hè? Ze waren gauw op. Ja, ik was geheel onthouden, maar ik kwam in een kleine trattorij. Oh ja, de liefhebberij, hè? Ja. Ja. Ja, dat zag ik. Ik wou gewoon koffie drinken, maar ik zag op een bordje staan Unsere liebe Frau Middelje. Ik dacht, nou, dat kan geen kwaad, niet? Die 100 gulden waren gauw op. Een week later, denk ik, aan Onze Lieve Vrouw. Maar wat ik nog aan geldstukken in mijn zak had en wat ik af en toe kreeg. Je kreeg altijd gewoon geld. Je kwam bij een pastorie en zo'n pastoor zei... Je vroeg als pastoor, weet u een boer waar ik in het hooi kan slapen? Dan zei hij, nou, er is hier nog een logeerkamer. Jij loopt naar de graven van de apostelen, van Petrus en Paulus... Hier heb je geld voor kaarsen op te steken, voor mij en voor mij te bidden enzovoort. Dus geld kreeg je altijd wel. Maar als ik iemand zag die werkelijk arm was, een bedelaar, dan gaf ik altijd mijn laatste geld weg. Ik was er absoluut namelijk van overtuigd, als je het geeft, als je het laatste geeft, krijg je het 100-voudig terug. Het staat in het Nieuwe Testament. Het is gewoon waar. Dezelfde avond heb je 100 keer zoveel. Nou, op dat gebied moet ik echt zeggen dat toen ik het dan ook merk, heb ik toch mensen zeggen... Van vrienden. Ik zeg altijd, als je één vriend in je leven hebt, heb je waard gehad om te leven. Dat is de waarde van het leven al voldoende. Ja. Oh ja, en, zeker. Het woord vriend wordt zo vreselijk veel gebruikt, dacht ik zo in het leven. Te gemakkelijk. Ik heb dus van een paar vriendjes die zo in mijn moeilijke tijd op me afkwamen. En zei, ik heb gehoord dat het niet zo best met je is. In de textielwereld is dat heel makkelijk bekend. Want dan kom je op een lijst te staan van dat je niet meer geleverd werd. En... toen had ik toch een vriendje die kwam en die zei, poets, betaal dat maar eens vlot. Dat was niet weinig. Dat was heel veel. En die wist niet of ik het terug zou betalen. Hij vertrouwde het, anders gaf je het niet. Maar dat was een vriend. En nou ja, zo heb ik er toch wel een paar ontmoet. Ik kan niet zeggen dat ik zonder vrienden, maar een paar. Ik heb geen hand nodig. En ik dacht dat al de moeite waard is om geleefd te hebben als je van een echte vriend kunt spreken. Ja. En die heb ik toch echt wel ontmoet. En nog, daar ga ik nog heel veel mee om. Ik heb... een jongen meegemaakt, die ken ik nu 36 jaar. Dat is een vader van een heel beroemde voetballer. Een van de beste voetballers in Nederland, misschien wel van Europa. Die speelt in Ajax. En die heb ik in de oorlog leren kennen als een jongen van 18 jaar.
En daar ben ik vandaag de dag nog intiem bevriend mee. Die kan alles van mij krijgen. Ik heb niet te veel, maar toch alles. En ik van hem. En dat noem ik een vriend. Ik wil niet over de oorlog spreken. Ja. Want dat vind ik geen punt. Want ik zeg altijd, in de oorlog durfde ik wat omdat ik moest. Ik neem het die mensen niet kwalijk die niks durfden. Want ik zeg altijd, als men mij gevraagd had en niet-Joden werden vervolgd, zou jij dan wat voor die niet-Joden gedaan hebben? Dan zeg ik altijd, dat weet ik niet. Het is makkelijk om dan ja te zeggen. Ik heb de grootste en diepste bewondering voor die mensen, voor oorlogshelden die in de oorlog alles deden om ons te helpen. Dat vond ik geweldige mensen. Maar ik heb geen kritiek op degene die het niet deden. Want ik zeg altijd, wat zou ik gedaan hebben als ik vrij, als een vrije vogel, tussen aanhalingstekens, kon rondwandelen. Ik heb er, maar onder andere dit vriendje van mij, nou ja, dat is voor mij, als ik hem een dag niet zie, dan ik ben een gezonde vent, en dat voor mij aan, maar dan hunker ik naar hem om weer eens te spreken. En ik geloof dat we één keer ruzie hebben gehad in 35 jaar, om niks natuurlijk, hè, om niks. Maar, hoewel dat nog niet eens maatstaf is voor een goede vriendschap, want je kunt natuurlijk ontzettend close bevriend zijn met iemand en het regelmatig zeer oneens zijn. Hè, ja, klopt, daar ben ik voor me eens. Ja, dus dat heb ik dan ervaren, hè, ervaren van... daarom op het begin wat Barend vroeg van populariteit en kun je het mis. En impopulair heb ik duidelijk gezegd, ik ben niet populair. En ik wil nog wel duidelijk zeggen, ik hoef niet populair te zijn. Als ik maar populair ben met die paar mensen waar ik intiem mee omga, die mijn levensgenot geven. En ik denk, anders zouden ze met mij niet zo lang bevriend zijn als ik hun ook een beetje gaf. Maar u vindt het leuk om bekend te zijn? Die show vind ik geweldig. Ik hou van show. Ik heb de show van Corrie Brok ook meegedaan. Ja, maar niemand... Ze hebben geen twee keer op te bellen. Ik was er al. Ik heb niet gevraagd, wat kreeg ik? Nee. Niemand vindt het toch aardig. Niemand vindt het toch leuk om niet aardig gevonden te worden? Dat is voor mij een holle frase. Ga uw gang. Graag. Is dat niet de basisvoorwaarde om een goed scheidsrechter te zijn? Want zo gauw als je dat niet meer zou hebben, gaat de gunst van het publiek werken. Dat heb ik me niet gerealiseerd. Nee, het lijkt mij wel onvermijdelijk dat een goed scheidsrechter integer is. En die integriteit kan hij bereiken doordat hij niet beïnvloedbaar is. Dus zich niets aantrekt van wie of wat dan ook. Ja, dan kun je nog wat sympathiek overkomen. Huh? Dan kun je toch wel wat sympathiek overkomen. Ja, maar je kunt ook onsympathiek overkomen, maar dat neem je. Ja, dat heb ik ook zo gedaan, zo gevoeld. Ik had dus topwedstrijd alleen te fluiten. Want ik was hier jarenlang nummer 1. Dat zeg ik niet alleen, dat stond vast. En dat was een lijst van 7 scheidsrechters van de 10.000. Daar stond de internationale lijst en daar stond ik 1. Dus dat was ik dan. En daar was ik ook erg blij mee. Heb ik voor gevochten, heb ik voor gedaan, alles voor gelaten. Veel voor gelaten. Maar dan wek je weerstanden. Als ik Feyenoord Sparta fluit voor 63.000 mensen, ik vergeet die wedstrijd nooit. En de wedstrijd is 0-0, nog 3 minuten spelen. En ik geef een strafschop tegen Feyenoord in eigen huis. 2 minuten van tevoren. Ik geef een strafschop tegen de thuisclub, omdat ik vond dat het een strafschop was. Achteraf vond ik het niet meer zo, toen ik hem voor tv-beelden gezien heb. Maar dat kon ik niet helpen. Ik moest de beslissing nemen op een zoveel honderdste seconde. Dan durfde ik dat voor die thuisclub, dat kon mij helemaal niet schelen. Ik gaf die. En als u dan ziet wat er om u heen gebeurt. Op zo'n stadion met 63.000 mensen uitverkocht huis. En ik geef een strafschop, die strafschop wordt genomen. En dan denk je bij jezelf wel even, mij, wat gaat hij daarna zeggen? Dat herken ik echt wel. Zo onflinkerd ben ik nog ook weer niet. Ik zeg, nou, vooruit dan maar. Dat mag ik wel zeggen, die opwelling, dan ben ik hier vanaf. Want dat gaat hier niet best worden. En het is nog 2 minuten spelen en is 1-0. En denk je bij jezelf, mijn pad was het 1-1. Hè? Dan werden de mensen weer rustig. En dan ga je die tribune onderdoor. En dan zie je de dames en de heren op de eretribunes dingen zeggen. Hoor je zeggen, dat gelooft u niet, wat ze dan zeggen. En dan krijg je 500 brieven thuis. Dan werd mijn vrouw opgebeld. Met schuttingwoorden, die zou ik nooit durven uitspreken. Dan ben ik de modernste jongen van de wereld. Daar heeft u geen idee van. Dus dat begint de onsympathie al, want hij is tegen ons en hij is voor Ajax, hij is voor Pietje. Nou, ik ben ook niet tegen Ajax, echt niet. Ik vind het een fantastische club. Dat hoef ik toch niet anders voor te bekijken. Maar ik ben AFC'er van hart en nieren. Maar voor de rest heb ik natuurlijk als mens toch wel een club die ik prettiger vind dan de anderen. Wie zou dat niet kunnen hebben? Andere vraag, meneer Hoorn. Is Hoorn dan aardig, diep in zijn binnenste? Is hij aardiger dan hij eruit komt? Want u zegt, het kan me niet schelen of ik aardig ben. Ja, ik word niet sympathiek gevonden. Nou, maar hoe bent u dan? Nou, dan aardig zijn, dat zeg ik nogmaals, dat ben ik voor mijn directe omgeving.
voor mijn directe omgeving wil ik niet aardig zijn, maar daar ben ik waarschijnlijk aardig, want mijn dochtertje houdt veel van me. Dus ik moet een aardige pa zijn. He? En dat vind ik vreselijk belangrijk. Dat die gek op me is, dat vind ik het meest belangrijke punt. Ja. Waarom bent u met dichten gestopt, meneer Aafjes? Ja, ik ben gestopt. Hè? Ja. God mag het weten. Er kwamen te veel schuldeisers op de stoep staan. Ja. Van dichten kan je ik niet... Ik moest, doen. Nee, van dichten komt me kleine baten. Die lieden raden me dat ik het laat. Dat is al een middeleeuws vers. Ach, ik weet het eigenlijk niet hoe het gekomen is. Je moet natuurlijk toch op een gegeven ogenblik een verbinding maken tussen wat je schrijft en wat je verdient. Dan is het alleen voor je vrouw en kinderen, die kun je niet laten verhoren. En dan kom je bij een blad, je komt bij een tijdschrift. Maar of daar nu het dichten mee ophoudt, weet ik ook niet. Soms denk ik, dichten is ideaal op een bepaalde leeftijd in de jeugd, wanneer men nog zo'n tode betroeid is en hemelhoog jauwzend. Maar als je nou toch ouder wordt om dan nog je zo lyrisch bloot te geven, nee, dat kan ik niet gewoon. Ben ik te preuts voor misschien? Want in een gedicht zeg je zo onbewimpeld, hè, wat er met jezelf gaande is. En naarmate je ouder wordt, wil je toch wel je eigen privé hebben. Hè? Was u misschien priester gebleven als er, als ze, wat nu vaak gebeurt, priesters hadden mogen trouwen? Of is dat een rare vraag? Nou, zoals ik er nu over denk, niet, want ik zou eenvoudig leerstellig op dit moment niet kunnen beweren wat nodig is voor in de mond van het priester. U hebt erg veel over de pauze geschreven, hè? Wat vindt u nou van die brief die wij net gepubliceerd hebben gelezen van de paus, waarin staat dat seksuele omgang alleen gerechtvaardigd is als het de voortplanting tot doel heeft en als mensen in een huwelijk niet meer van elkaar houden, dat je toch dat huwelijk in stand moet houden. Zulke dingen zijn er nu. Nou, dat de seks alleen voor de voorplanting zou zijn. En dat er geen andere mogelijkheid mogelijk zou zijn. Dat vind ik misdadig, natuurlijk. Hè? Alle voorbehoedsmiddelen vallen af. De pil, het mag allemaal niet gebruikt worden. In feite kan een man alleen de samenslapende vrouw bedrijven als hij haar de facto zwanger maakt. En is ze zwanger, dan moet hij haar nog blijven zwanger maken, want hij mag niet buiten de vrouw het zaad verliezen. En waarschijnlijk gaat dat terug op die middeleeuwse tijd waarin de heksen vervolgd werden. Dat was een enorme benauwende tijd. In ieder dorp zat een heks en iedereen was bang dat zijn kind stierf of dat zijn schip dat op zee was zou vergaan door de macht van de heksen. En die heksen ontleenden hun macht doordat ze met een heksenzalf zich invreven. Die kruiden kun je nu nog plukken. En dat had een soort LSD-effect. Ze zagen die bezemsteel nog. Ze zaten aan de haard. En een ogenblik later vlogen ze weg naar de heksensabbat en copuleerden daar met de duivel. Hadden samenslaap met de duivel. En de theologen hebben toen ontdekt dat dat kon niet goed. Want een duivel is een geest. Dus waar haalt hij mannelijk sperma vandaan? En toen zijn ze gaan uitvinden dat hij de duivel beschikken kon over het mannelijk sperma dat ter wereld gekomen was, zal ik maar zeggen, op een wijze die niet de directe bevruchting van de vrouw op het oog had gehad. Dus alle kleine jongetjes die masturbeerden, een man die vroegtijdig bij zijn vrouw zich terugtrok. Al die dwaze dingen kwamen in een enorme spermabank, zoals je tegenwoordig bloedbanken hebt. En daar, ja. Daar had die duivel had daar ad libitum, kon die daar zijn spullen betrekken. En ik heb een idee dat gewoon in dat document wat nu door het Heilige Officie uitgegeven is, dat er hetzelfde kinderachtige, griezelige, middeleeuwse kinderachtige gedachtegang gaat.
seksualiteit alleen geoorloofd is en natuurlijk is. Ze zeggen dan ook natuurlijk, al het andere is tegennatuurlijk. Alsof je hersens tegennatuurlijk zijn. Alsof wat je hersens bedenken in al die eeuwen en eeuwen niet. Of dat tegennatuurlijke gedachten. En... Ik vind het document zo gevaarlijk niet voor ons of voor de katholieke kerk in Nederland. De katholieken hier, die lezen het en lopen door. Maar vergeet de Zuid-Amerikaanse landen niet, landen als Spanje. Wie is er aan het bewind? Wie zegt, inderdaad, ik ben het eens met het document en alle grenzen gaan dicht. Voor alle voorbehoedsmiddelen. En die gaan dicht. Want nog een 20 jaar geleden kon een apotheker in Limburg, hè, zo gauw men in het bisdom wist dat hij in Aken voorbehoedsmiddelen gehaald werd, werd hij opgevangen door de douane. Wat vinden jullie daarvan? Vallen ze in? Want we zitten nu... Wat ik nog steeds wil vragen aan meneer Aafjes is eigenlijk... Maar dat is helemaal eventjes beside the point wat betreft wat er net besproken is. Hoe ondergaat u die verandering in die katholieke kerk? Het feit dat nu zo ontzettend veel getolereerd wordt, wat vroeger, in mijn jeugd althans, taboe was. Hè? Hoe goed katholiek bent u nu nog? En mag ik dat eigenlijk vragen? Ik weet niet... Ik kan me zo voorstellen, ik ben katholiek opgevoed en nu niet meer praktiserend, maar ik kan me zo voorstellen dat iemand die, bijvoorbeeld mijn moeder, die moet toch de grond onder de voeten voelen wegzakken nu een heleboel taboes van toen niet meer bestaan. Ik bedoel, alle zekerheid is weg. Hoe pakt u dat op? Wat vindt u daarvan? Ja, ik kan ontzettend moeilijk natuurlijk in de gedachtegang van uw moeder treden. De mijne is 92. Ik heb een schat van een moeder. En ik geloof dat ze zich wel een beetje in de kou voelt. Maar alles bij alles, met alles samengenomen, vindt ze het gewoon een vooruitgang wat er heeft plaatsgehad. De verandering in de kerk. Ik vind het ook een geweldige vooruitgang. U bedoelt die vernieuwing, vindt u een vooruitgang? Ja, zonder meer. Zonder meer. Of u of ik katholiek ben, zijn, dat is zelfs een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik zeg altijd maar of ik geen gedichten schrijf of wel gedichten. Eenmaal dichter, altijd dichter. Eenmaal katholiek, altijd katholiek. Je houdt er altijd het nodige van. Ja, dat is waar. Dat is beslist waar. Dat geloof ik ook. Ja. Ik geloof gewoon zo. Ik merk ook zelf, hè, als je wat ouder wordt, dat je weer geïnteresseerd raakt in dat... waar je op een gegeven moment zo rond de 20 van zei... Wow, en we zijn zo kort gehouden en zo... Zolang dom gehouden en klein gehouden en bang gemaakt ook vooral. Tenminste, ik heb... Ontzettend bang heel gemaakt. Erg bij de nonnen op school. Je dacht ook de vreselijkste zonde begaan te hebben, hè? Heb ik ook meegemaakt. En dat is allemaal anders nu. U hebt er ook al in de school gezeten, hè? Ik was in Sittard op de katholieke school bij de nonnetjes. De Vreubelschool. Getolereerd, hè? Ik ben geen katholiek. Maar daarom wilde ik u vragen, dat ik ben er 12 jaar uit die gemeenschap. Hoewel ik er vaak gekomen ben, heel vaak. Toen mijn grootouders te wonen in Sittard en ben ik er allemaal vakantie naartoe gegaan. Ik heb er nog veel kennissen. Maar die sfeer die ik toen ook wat ouder daar meemaakte en proefde. En die gemeenschap, die gesloten gemeenschap, waar wij met een kleine Joodse gemeente in Sittard. En met alle respect voor die mensen... Die meen daar niks kwaads mee. Hè? Was ik zo dolgelukkig, zegt dat mijn moeder besloot met mijn vader... toen ik 12 jaar was, in 28, naar Amsterdam te vertrekken. En ik wist niet, dat beken ik u eerlijk, in welke sfeer ik terechtkwam. Geloof ik. Dat ik niet het Joodje meer was. Ik geloof het. En daar bedoel ik echt niks degenererends mee. Nee. Want we leerden bij het catechismusje als 4 jaar, 5 jarig jochie op dat schooltje... van Onze Lieve Heertjes opgehangen. U kent het verhaal, hè? En dan kreeg ik een schuld van als we gingen knikken. Dan was het rot. Mensen mee dan niet mijn van. Kinderen kwamen uit de school. Zei tegen mij, papa, de Joden hebben Jezus opgehangen. Ja, ja. Ik zeg, ga maar gauw naar de zussen terug en zeg haar maar dat... niet alleen Jezus een Jood was, maar Maria was een Jood. Alle 12 apostelen waren Joden. De hele eerste christenkerk was Joden. Ja. Ga maar door. Ja, ja. Maar kun je je voorstellen dat een ervaring was in Amsterdam te komen? Ja, dat geloof ik graag. In de gemeenschap? Ja. In de gemeenschap. Hè? Ja, maar ik geloof dat natuurlijk... Maar later was ik dat toen ik terugkwam,
als ouder in Limburg en wedstrijden ging leiden en mijn grootouders bezocht en die allemaal woonden en het ook wat moderner werd. Hè. En na de oorlog helemaal, daar werd ik ingehaald en toen ik bekend werd en met tonen en in de carnavalsfeer en die decoraties kreeg en opgenomen werd. Ik voelde me buitengewoon prettig daar. Dan wilde ik u toch nog wel vragen, wat toen, hè? Want die Rolduc, ik had Rolduc vriendjes, die dus ja. Jongetjes die in Rolduc gingen studeren om priester te worden enzovoort. Ik heb wijdingen meegemaakt, alles heb ik meegemaakt. Wij woonden toen over een kerk. Ja. Ik ging 's morgens naar de jeugdmis mee. Ja. Hè? En ik ging daar mee, ik had de catechismus geleerd op school. Al een deel daarvan dan. En, maar moest ik ging graag met die jongetjes mee, ik vond het nog interessant ook. En toen, die sfeer waar dus toen de tijd de kapelaans, de pastoors, de deken in die gemeenschap toch wel veel zeggenschap hadden. Is dat nu nog zo? Nee, volstrekt niet meer. Niet meer. Absoluut niet meer. Dat mocht niet van meneer pastoor, zei men. In mijn vriendenkring, ik hoorde ik dat wel, dat kon niet en dat mocht niet. Dat nee, dat mocht niks van meneer pastoor. Maar ja, maakte de echte dienst uit, hè, meneer pastoor? Natuurlijk. Ja. Sure. Ik moest zelfs in bad met mijn badpak aan. Nou, en dat heb ik hier eens een keer verteld, hè, die verhalen die ik hoorde van vriendinnen die op katholieke kostscholen waren, hè, in Etten-Leur en zo. En dat hebben ze niet willen geloven, maar het is echt zo, hè? Met een karton om... Ja, dat je jezelf, je mocht je eigen lichaam niet zien. Er was nergens een spiegel. Dat is wel allemaal veranderd. Maar wat er nu, waar we het net over hadden, de brief van de paus die gepubliceerd is, is een grote stap terug. Wat vindt u, want u hebt het waarschijnlijk ook gelezen, wat vindt u er nou van? U hebt er niks mee te maken verder. Maar nou, wat vindt u van die huwelijksmoraal? Ik vind het wat de Raafje zegt, daar ben ik het volkomen mee eens. Hè. Ik vind het erg juist gezegd dat hij zegt, wat hier in Nederland lopen de katholieken het voorbij. Hè. Dat vind ik een hele goede uitspraak. Hè. En ik ben er wel geïnteresseerd in om dat te lezen. En, omdat waarschijnlijk dat ik uit geboren ben. Ook in mijn relatiekring toch ook in Amsterdam veel katholieke relaties heb gehouden. Waarom weet ik niet. Ik ging ook steeds weer terug. Daarvoor blijf ik ook voor geïnteresseerd. En dat ik me niet kan voorstellen dat men met de wetenschap in die Zuid-Amerikaanse landen, waar armoede heerst, grote armoede, waar men niet kan helpen zelfs, niet voldoende helpt, waar men dit weet en leest en voorgeschreven krijgt en zich daarna houdt in primitieve sferen, de kinderen nog meer ter wereld komen die men niet kan voeden, die sterven van armoede en ellende, dat het verstandige, tussen aanhalingstekens het Vaticaan, met toch wel intellectuelen, grote intellectuelen, me toch afvraagt toen ik dat weer gelezen had, een crimineel, hoe houden ze dat vol? Is dat niet crimineel, zo'n brief? Mijn gevoel, ik zeg het echt open hoe ik dat vind, is dat niet een beetje crimineel? Nee. Ik sluit het programma af. We hebben lang zitten praten. Goh, in mijn gevoel zitten we vast. Ja, zo gaat het altijd. Ik dank u heel hartelijk, alle drie, voor dit gesprek. En wat het programma betreft, tot over 4 weken. Mijn kindertjes zijn er weer geschoten. AVRO gaat nu sluiten tot morgenavond 11 uur met de al eerder op deze avond genoemde aflevering van AVRO Sportpanorama met het WCT-tennistoernooi in Rotterdam. De uitzending daarna is vrijdag aanstaande van 7 tot 11:30 een avond lang AVRO. Ik neem nu afscheid, graag tot morgen. Dames en heren, goedenavond. President Ford heeft geen plannen om zich door zijn voorganger Nixon te laten inlichten over diens bezoek aan de Chinese